Stichting SUEID heeft ongeveer 240.000 SRD opgehaald. De voorlopige telling is gisteren bij de afsluiting van de 12 dagen durende Jiwang Anu-campagne bekendgemaakt door het stichtingsbestuur. Het geld wordt dit jaar besteed aan projecten die betrekking hebben op sport, kunst en cultuur. Met een donatie van 75.000 SRD van de Fernandez Social Foundation is het bedrag flink opgetrokken. Ook de auto die beschikbaar gesteld was door Pan American Motors en twee stille donateurs is gisteren gewonnen. Giovanni Seggen, voorzitter van SUEID, is meer dan tevreden met het behaalde resultaat. Vooral omdat de economische situatie in het land niet rooskleurig is hij zeer dankbaar voor de verschillende donaties. Afgelopen jaar is die koers een beetje stabiel gebleven, maar desondanks merk je dat mensen het moeilijker hebben. Daarom zijn we des te dankbaarder dat we toch 240.000 tot nog toe hebben kunnen ophalen, inzamelen om projecten mee te doen. Want als individuele mensen die zouden moeten doneren het moeilijk hebben, dan kun je begrijpen hoe moeilijk organisaties en instellingen in het land het hebben. Die zich bijvoorbeeld bezighouden met de opvang van kinderen met een beperking, senioren, burgers. Mensen die sportprojecten willen doen met jongeren, mensen die zich bezighouden met cultuurprojecten. We hebben allemaal de begrotingsbehandeling gevolgd en gezien hoeveel geld er vrij is gemaakt voor cultuur. Dus ja, iedereen heeft het moeilijk. En daarom zijn we extra content dat men toch dit bedrag op het bord heeft weten te krijgen. Het publiek was tot gisteravond 12 uur in de gelegenheid via sms-berichten te doneren. Het bedrag dat via sms'jes is opgehaald zal vandaag bekend worden gemaakt. Giovanni Seggen kijkt terug op een geslaagde Jiwang Anu-campagne. Voor hem was de charity walk van afgelopen zaterdag het hoogtepunt. We hebben het voor het eerst gedaan. Mm-hmm. We hadden gehoopt op meer mensen, maar dat we daar toch uiteindelijk met 500-600 mensen hebben gelopen op Paramaribo. Dat was prachtig. Ja, oké. Okay. Ja. En er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die niet hebben meegelopen, maar die het project wel ondersteund, of tenminste de charity walk zeg maar wel ondersteund hebben. Absoluut. Er zijn een heleboel mensen die hebben ingeschreven, ja, maar niet zijn gekomen om welke reden dan ook. Mm-hmm. Dus ja, ze hebben ons wel ondersteund. Maar we willen volgend jaar, als we de charity loop weer gaan organiseren, willen we natuurlijk veel meer mensen. Ja. Dat was de voorzitter van Stichting SUEID, Giovanni Seggen, gisteren bij de afsluiting van de Jiwang Anu-campagne. De organisatie heeft tot nu toe 240.000 SRD opgehaald. In de loop van januari wordt de officiële uitslag bekendgemaakt.